Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb me er al een ochtendje op zitten. Ik heb vanochtend met het ziekenhuis gebeld voor een belafspraak voor Jordi's uitslag voor zijn schildklier. Ik wilde medicijnen regelen, maar dat lukte niet, want het jaarrecept was verlopen. Maar ik heb woensdag een afspraak. Met telefonisch met het Radboud, dus dan regel ik het dan even. Ik bel je dan met twee verschillende ziekenhuizen. En het ene jaarrecept kun je niet bij het andere ziekenhuis krijgen. Het zou kunnen hoor, als ik echt zou willen zou ik het allemaal kunnen. Maar dat is onlogisch, want Jordi zit voor zijn darmen in het Radboud. En dan zou ik bij zijn kinderarts om darmproblematiek, zeg maar, alles moeten regelen. Nou zal zijn kinderarts daar niet zo moeilijk mee over doen. Maar dit is gewoon de afspraak van dat regel ik daar, dat regel ik daar. Dus ja, komt goed. Ik heb ook het consultatiebureau eventjes moeten bellen voor Liam. Dus dat heb ik ook geregeld. Ik heb ze fruit gegeven. Ik heb Jordi meerdere keren verschoond, want hij heeft meerdere keren een flinke poepluier gehad. We hebben dadelijk nog een afspraak. Ja, voornamelijk Niels heeft een afspraak, want ik heb jullie natuurlijk verteld over het feit dat ik een vergoeding ga krijgen en dat er een ZZP'er hier in dienst komt of is in verband met de PGB. Die komt vanmiddag ook. Zij gaat nou kijken of Niels de administrateur mag zijn of dat hij daar capabel voor is. Nou ja, we zien niet echt een reden waarom niet, maar we zullen zien hoe dat loopt. Moet daar even de vaatwasser nog doen, et cetera. Niels komt zo dadelijk dus thuis. Die eet dus ook thuis, dus ik heb gisteren geen brood hoeven smeren. Jordi is momenteel ook thuis. Want dat is het vervelende eraan dat je zulke afspraken hebt. Jordi moet daarbij aanwezig zijn. Ze moeten in principe zien dat Jordi gehandicapt is. Zo moet je het eigenlijk zwart-wit gezien, moet je het zo zien. Wordt natuurlijk niet zo gezegd. Maar dat is wel wat er eigenlijk in principe aan de hand is. En daarom is Jordi ook nu ook thuis. Dat is ook allemaal met school geregeld. Allemaal afgesproken. Dus ja, dat. Dat is gewoon het vervelende van als je zulke dingen wil regelen, dan moet het kind meestal aanwezig zijn. Dat is ja, regel. Dus, maar goed. Ik heb nog heel even wat dingetjes doen hier. Jordi is daar. En ja, we gaan zien hoe de dag loopt. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik kon niet meer. Ik was gewoon op. Ik ben gewoon moe. Dat is gewoon het nadeel. Ik geniet dan oprecht van het weekend. Alleen ik ben gewoon daarna gewoon op. Moe. Bleh, dat. En dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Ik heb het ervoor over gehad. Maar ik moet gewoon nu heel eventjes relaxen. En dat mag. Dat mag. Je kan niet altijd volledig aan blijven staan, ook al probeer ik dat wel, maar ik moet gewoon even aan mezelf denken nu. En dat weet Niels bijvoorbeeld ook. En die zegt ook van, Mandy, de kinderen zijn vandaag naar school, je doet niks. Oké, top. Ja, vanavond doe ik wel wat, maar overdag doe ik niet zo heel veel. Maar goed, gisteren is zorgkantoor geweest. We hebben alle uren doorgesproken. Zijn zeg maar de controlerende factor, om het even zo te zeggen. Ik moet het gewoon ook goed vertellen natuurlijk. Zorgkantoor is de controlerende factor. Die gaat controleren of alle uren kloppen. Of de zorg klopt. Of Jordi echt gehandicapt is, om het even zo te zeggen. Die gaan met jou de hele dag door bespreken dat als Jordi bijvoorbeeld naar school is, hoe de hele dag verloopt met Jordi. Welke zorg die je geeft, welke zorg je in het weekend geeft, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, dat is wat in principe besproken is. Ik ga 40 uur betaald krijgen voor Jordi om
voor Jordi te zorgen. Tuurlijk, ik werk 24/7 voor het kind. Maar dat is niet te betalen ten eerste. En ten tweede, het mag arbotechnisch niet. En van de wet is het zo geregeld zoals het nu geregeld is. En het is ook niet zo dat ik meer dan 40 uur betaald wil hebben. Maar dit is in ieder geval zeg maar een indicatie voor hun van oké, je doet deze zorg, die 40 uur heb je gewoon recht op. En ja, je mag het er niet mee eens zijn. Mij maakt dat helemaal niks uit wat je ervan vindt. Want als jij een dag met mij zou meelopen, dan zou jij snappen wat ik op een dag doe. En zou jij snappen waarom ik niet kan gaan werken. In verband met het feit dat ik altijd oproepbaar moet zijn voor Jordi. Nou is het niet zo dat wij het slecht hebben. Absoluut niet. Maar het is ook niet zo dat het voor ons makkelijker wordt momenteel. Niels werkt zich te pletter om alle rekeningen te kunnen betalen. En dat ik alle boodschappen kan halen. Dat ik kan zorgen dat het niks aan Jordi, Liam of Sam ontbreekt. Dat is het eigenlijk. En ergens moet er ook een bepaalde rust komen. En je moet het zo zien, Niels is ZZP'er. Als die een dag niet werkt, heeft hij ook geen geld. En ja, wij betalen heel veel belasting, et cetera, et cetera. Net als ieder ander mens. Maar de reden dat wij deze aanvraag zijn gaan doen, komt toch echt door school. We hebben met hun gesproken hierover. Ik denk inmiddels 1,5 jaar geleden. Zoiets. Toen hebben we gezegd van, laten we er maar eens over na gaan denken. En toen op een gegeven moment zijn we met Stichting Mee in gesprek gekomen. Toen is het balletje gaan rollen. En toen zijn we begonnen met de aanvraag te doen. Het is niet zo dat deze aanvraag onrechtmatig is. Maar je mag het er niet mee eens zijn. Als jij dat vindt, dan moet je dat lekker vinden. Ik ben gewoon open en eerlijk over zoals het is. Er staat nog veel meer te gebeuren. Maar dat is niet wat betreft het hele PGB gebeuren. Dat heeft betrekking tot ons als gezin. Maar daar later meer over. Daar kan ik op dit moment gewoon helemaal nog niks over zeggen. Maar op dit moment is het gewoon zo dat ik voor 40 uur betaald ga krijgen. We hebben een ZZP'er in dienst die op maandag en op donderdag komt. Zorgoppas zijn we mee gestopt. Omdat de subsidie vanuit de gemeente Den Bosch is gestopt. Omdat er iets aan de hand was. We hebben nog wel contact met Daphne. En zij is ook nog steeds wel willend om op te passen. We zijn even alleen aan het kijken met het zorgkantoor hoe we dit kunnen invullen. Dus daar zijn we nog heel eventjes aan het puzzelen. Maar ook dat komt goed. Dat is helemaal in orde. Dus ook Daphne blijven we houden. We zijn alleen nog even aan het puzzelen met hoe we het allemaal doen. Het zorgkantoor. Hebben we ook gewoon eerlijk antwoord gegeven. Want dat is wel wat de bedoeling is. Je moet transparant zijn, eerlijk zijn, et cetera. Nou is helaas het CIS ook geweest. Die hebben Jordi ook gezien. Dus die hebben in principe gecontroleerd of Jordi wel echt geestelijk niet capabeler is dan dat op de papieren staan. Zorgkantoor heeft dat gisteren ook beoordeeld. Dat is eigenlijk een beetje wat er gespeeld heeft gisteren. Maar dit soort gesprekken zijn altijd geestelijk heel erg, bij mij heel erg, vermoeiend. Geestelijk vermoeiend. Bovendien heb ik gisterochtend ook nog voor Jordi medicijnen aan moeten vragen. Was het jaarrecept verlopen, moest ik het nieuwe jaarrecept gaan regelen. Is inmiddels geregeld.
voor het schooltje waar Liam en Sam op zit, moet ook nog een beschikking zijn. Daar ben ik ook nog mee bezig geweest. Maar ze hebben nog een week voor die beschikking. Voor ja of nee te zeggen. Dus daar moet ik volgende week weer achteraan. Wat had ik nog meer? Afspraak gemaakt bij de kinderarts. Want Jordi heeft vrijdag bloed geprikt. Daar moet ook de uitslag van zijn. Dus die spreek ik ook donderdag. Dus dat zijn dingen die ik allemaal gisteren nog geregeld heb. het is gewoon druk hier. En vannacht heb ik Jordi nog verschoond. Want ja, Jordi heeft natuurlijk botox gehad. Dus die poept waar die zit, zeg maar. Om het even zo te zeggen. En dat is niet erg. Dat is allemaal niet erg. Maar ik wil jullie gewoon eventjes uitleggen van, hè, het is niet altijd even makkelijk. Ik ben altijd op oproepbaar voor school, voor als er iets met Jordi is. Ook voor Liam en Sam, maar voornamelijk voor Jordi. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde melden. Kindjes heb ik vanochtend naar school gebracht. Goedemorgen trouwens. En nu ben ik bezig met hier te poetsen. Want het is één grote pestbende. Ja, ik heb al echt wel al veel gedaan hoor. Ik ben nu hiermee bezig. En daaronder ben ik even zo dadelijk aan het klooien. Ja, dat. Even mijn oven insprayen. Dat die zo ook goed af kan doen. Dus ja, daar ben ik ook mee bezig. En ja, zorgen dat alles weer netjes is. Als ik straks de kinderen op ga halen. Dat het allemaal weer in kannen en kruiken is. Gisteravond ben ik daar niet aan toegekomen. Gisteravond had ik het toch wel druk. Niels die is vanochtend heel vroeg weggegaan. En die komt als het goed is ook weer laat thuis. Als het goed is. Voor de rest, ja, ben ik gewoon druk bezig. Dus ja, moet ook gebeuren toch? Ja, moet ook gebeuren. Moet hier ook nog allemaal kastjes van de keuken en zo doen. Dat moet ik ook allemaal nog doen, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Ik was iets aan het zoeken. Oh, dit. Mijn standaardje. Standaard. Liam heeft hem toegeëigend, maar hey, hè? Altijd eerst de bovenkant doen en dan naar beneden werken. Want anders valt alles wat ik heb gedaan alweer eruit. Hier heb je ook zo'n kiertje. Hier zo, heb je zo'n kiertje. En wat ik dan doe is, ik doe altijd even het doekje nat spuiten, mes erin. En dan, er zitten geen kabels, maar kijk, dit is van nog geen week. Het is gewoon van nog geen week. Allemaal zooi wat daartussen komt. Hoppakee. Oh, dat is ook weer zo. Dus ja, dat is wat ik aan het doen ben. Dan kan dit taak even drogen. Dan kan ik aan de onderkant beginnen. En als ik droog is, kan ik hem weer opmaken. En dan opmaken bedoel ik. En dan moet ik er neerleggen. En onderleggers. Want ja, vanochtend ook weer.
Ik was Jordi aan het verschonen. En meneer dacht bij zijn eigen, ik kan nog wel even wat roepen. Ja, daar kan hij niks aan doen natuurlijk, met zijn botox. Maar ja, hij ging dus nog extra zitten roepen. Dus alles zat helemaal onder. En dan was ik al wel van plan om dit te gaan zitten doen. Maar ja, hè? Je moet het toch allemaal wel weer schoonmaken. Dan had ik alweer een handdoek klaargelegd. Ik heb altijd een dikke handdoek voor hierop. Maar ja, je moet het toch allemaal eventjes doen, hè? En dan moet het allemaal even weer netjes en schoon en dat soort dingen allemaal. Dus ja, ik ga eventjes gauw dit afdoen en dan ga ik even mijn oventje schoonmaken. En dan wc schoonmaken. En dan eventjes stofzuiger dweilen. En dan vind ik het wel weer gescheten voor vandaag. En dan van de week ergens een keer mijn ramen weer doen. En dat soort dingen allemaal. Ik heb het allemaal uitgesteld in verband met de verjaardag. Omdat dat ook heel veel energie kost. Maar dan kan ik nu rustig aan weer allemaal op gaan pakken. En allemaal gaan doen. Ik moet ook even mijn keuken een keer schoonmaken helemaal. En ja, daar gaat ook tijd in zitten natuurlijk. Maar ik had nu gisteravond geen tijd gehad om hier te poetsen. Dus ik dacht, nou dan doe ik dat vandaag. En dan komen de kinderen weer in een schoon huis terug. En dan hoef ik vanavond eigenlijk alleen nog maar het gedeelte bij Jordi daar de vloer te doen. En dan is het eigenlijk al wel weer schoon. Want Jordi doet het af en toe kwijlen. Dus dan moet je wel goed bijhouden en goed schoonhouden natuurlijk. Dus dat is wat de bedoeling is. En dan is dit weer het eindresultaat. Aangevuld, netjes, schoongemaakt, et cetera. Dus daar kan Jordi weer mee vooruit. En ik moet een andere wasmand kopen. Want deze heeft tussen deze hooglaag aankleedtafel, verzorgingstafel, gezeten op de grond. Dus daar moet ik heel eventjes een nieuwe voor gaan kopen. Dat ziet er niet meer uit. Maar voor nu doet hij het nog. Doe ik van de week ergens wel een keer even een nieuwe halen. Ik heb kauwgom in mijn mond gestopt. Ik heb de boel allemaal schoon hier beneden. Dan ga ik mijn slippers aan doen. En dan ga ik een rondje Den Bosch doen. Want ik ga alle etters ophalen. En dan komt er straks nog even een klusjesman. Die komt nog even wat doen boven. Maar dat laat ik straks allemaal even zien. Want we zijn bezig met hoe heet dat nou? Aan het zorgen dat er een andere vloer op de overloop komt. Die hebben we gewoon liggen. Maar ja, het moet wel allemaal even gedaan worden. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus iemand die we kennen, die komt dat regelen voor ons. En ja, die betalen we gewoon. Dus, maar goed. Dat komt zo dadelijk. Maar eerst ga ik nou even de etters ophalen. Een hele goede morgen. Ik ben vannacht met Jordi bezig geweest. Huilen. In slaap brengen was al lastig gisteravond. Hij is op de een of andere manier ergens niet lekker van. Ik weet niet wat. Dus ja, we gaan het zien. Zijn ontlasting is ook... Ja, hij poept wel, hè. Dat, zo moet je zien, maar zijn ontlasting is niet zeg maar zoals het moet zijn. Dus we gaan het even zien. Ik heb hem ziek gemeld van school. Hij blijft thuis bij mama. En ik ga jou zo aankleden. Want dan ga je naar school. En Jordi blijft bij mama. Gisteravond waren wij frietjes aan het eten. Niels die was op tijd thuis gekomen. Hij zou eigenlijk heel laat thuis zijn. Maar stond per verrassing toch gewoon op tijd zeg maar thuis. Toen had ik frietjes gemaakt. Want dat zouden we eten in verband met het feit dat Niels... Zeg maar als Niels er niet is, dat ik continu bonje heb met de kinderen met eten. Dan had ik voor Jordi, Liam en Sam hadden kunnen eten al klaar. En dat was Niels Jordi aan het geven. En ik zet voor Niels zijn eten neer met een bami schijf en een kaassoufflé.
En hij trekt me toch dat bord, zeg maar, van de tafel af. En de bami-schijf in zijn hand. En hij knijpt erin. Hij heeft nou een verbrand wondje op zijn vinger. Maar dat lijkt hem niet te deren. Dus dat is het niet, zeg maar. Dat is niet waar hij last van heeft. Maar hij heeft wel een brandwondje daar op zijn duim zitten. Het zij zo. Ik heb het gelijk gekoeld. Ik heb gelijk alles gedaan wat je moet doen. Dus het lijkt hem niet te deren in ieder geval. Dus dat is het niet. Hij was gisteren ook al niet helemaal het je van het, zeg maar. Dus ja, we gaan het zien. Zo lastig lijkt in ieder geval. Oh, zo lastig is wel heel erg zuurig. Dus we gaan het zien hoe dat het loopt. Maar die ontlasting zuurig, dat komt niet van die bami-schijf, zeg maar. Dat is het niet. Hij was gisteren al thuis niet helemaal in zijn hummetje. Dus, maar Jordi eet altijd. Of dat hij nou buikpijn heeft of niet, hij eet altijd. Dus ik zei ook tegen Niels, ik zeg, we wachten het gewoon heel eventjes af. Maar vannacht ben ik heel erg met hem bezig geweest. En ik heb ook gecheckt van, heb je last daarvan? Nee, dat was het dus echt niet. Hij was echt last, buikpijn, dat soort dingen. Gewoon de standaard dingen die hij aangeeft als hij ergens last van heeft. Dus ik zei ook tegen Niels, ik zeg, dan laten we hem gewoon thuis. Ik zeg, dat werkt gewoon niet. Dus het kind blijft thuis bij mama. En mama had heel veel gepland staan, maar dat is allemaal nu uit het raam gegooid en de zorg van Jordi gaat nu op één staan in plaats van andere dingen. Dus dat is gewoon zoals het is. Ik ga heel eventjes de kinderen aankleden. Zorg dat Liam en Sam gewoon naar school gaan. En dan ga ik met Jordi heel eventjes naar de winkel. Zorg dat ik even een paar boodschapjes heb. En dan zijn we thuis. En dan komt om 10:30 komt de begeleiding voor Liam, die komt, want we zijn aan het kijken wat we precies voor Liam allemaal kunnen doen. Ik word vandaag nog gebeld door het Radboud, ik word vandaag nog gebeld door het ziekenhuis hier in Den Bosch. Het Radboud word ik doorgebeld in verband met zijn operatie vorige week. En door het ziekenhuis hier in Den Bosch word ik gebeld voor de uitslagen van zijn schildklier. Dus we gaan het zien. Ik ga in ieder geval lekker vandaag veel met Jordi bezig zijn. En vanmiddag komt ook weer onze PB'er, ZZP'er. Ik weet nog niet echt hoe ik ze moet noemen. Ik ga het straks eventjes met erover hebben hoe dat ik ze ga noemen in de vlog. Zodat ik gewoon voor jullie ook gewoon een duidelijke naam heb van wie is zij. Ik ga even aan de slag hier en zorgen dat alles naar school komt, behalve Jordi. En dan gaat de dag voor ons weer beginnen. Inmiddels zijn we alweer thuis. Oh, een zieke wildheid. Ik heb even was aangezet. Nu ga ik Jordi even fruit geven, want dat had ik gisteren gewoon klaargezet. Dus dat had ik gewoon geregeld. Hij lijkt echt totaal geen last te hebben van zijn hand. Dus hij doet er gewoon alles mee wat hij ermee moet. Dus er zit wel een blaar op. Twee blaren zitten erop. Ik zal eens even kijken of ik het kan filmen voor jullie. Hier zit een blaar. Die is kapot. En daar zit een blaar. Maar zoals ik al zei, hij lijkt er absoluut geen last van te hebben, want hij doet gewoon alles met zijn hand. Dus ik heb ook even de huisarts gebeld en gevraagd van wat kan ik eraan doen. Hij zegt gewoon open laten, goed schoonhouden en laten drogen. Dus dat is wat ik heb gedaan, wat ik doe. En dit is wel heel shit gefilmd, maar goed, het is zoals het is. Hij is gewoon niet lekker qua darm. Ja, ik moet er zeggen, er zijn heel veel kinderen op zijn school momenteel niet lekker. En ik denk dat hij gewoon een griepje te pakken heeft. En dat kan. Dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon zoals het is. Ik had gepland om boven te poetsen. Maar als mijn kind ziek is, dan laat ik alles vallen. En
Dan ben ik er voor het kind. Ik doe wel even mijn was vandaag. En zorgen dat ik gewoon lekker eten heb voor hem. Straks komt gewoon de ZZP'er, die komt gewoon. Meer kunnen we niet doen. Ja, hè. En ik vergeet gewoon al 2 weken gel te halen, hè, voor de haren van de kinderen. Maar hé, dat kan ik straks ook nog eventjes doen. Ik ben eventjes naar de winkel geweest, want ik heb even een nieuwe wasmand gehaald. Want de pinnen uit die andere wasmand die steken er gewoon wat uit. Ik zal het zo even laten zien als ik klaar ben met Jordi. Fruit gaat er goed in, hè, jongen? Ja, weet je wat het is? Ondanks dat Jordi niet lekker is, eet hij toch. Dat is een ritme. En hij gaat op ritme. Dus ja, linksom of rechtsom, hij moet toch eten. Hij geeft ook niet over of wat dan ook. Maar je kan gewoon niet lekker in je hummetje zijn. Dat kent gewoon. Dus ja. We gaan in ieder geval naar Sinterklaas liedjes luisteren. Jordi die heeft het verder gewoon goed gedaan. Nu is de BB'er wandelen met Jordi. En kan ik eten gaan maken. Liam en Sam zijn hier lekker. Gewoon even op hun schermpje aan het kijken. Even aan het relaxen. En ja, komt goed. Ik ga zo daar grapballen maken. Nou jongen. We hebben het er weer op zitten deze vlog. Ja, maar je kan lekker slapen. Ja, Jordi heeft met moeite in slaap gekomen. Maar die is er nou wel aan het slapen. Ik hoop dat hij vannacht slaapt. Mm-hmm. Morgen blijft hij nog wel thuis. Want hij is niet lekker in zijn hummetje. Liam en Sam die gaan wel gewoon naar school, toch? Ja. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.